Toen ik 12 was, kreeg ik mijn eerste horloge van mijn opa en oma. Dus ik was ook nooit, het was niet mijn droom om een horloge mee te beginnen of zo. Maar ja, toen de middelbare school speelde ik eigenlijk dus alleen nog accordeon, dat was mijn ding. En toen ik 18 was, heb ik Claudio ontmoet. Een van de beste accordeonisten ter wereld. Ik wist niet hoe, ik wist niet waar, ik wist niet hoeveel het zou gaan kosten, maar ik wilde gewoon met hem mee. En toen ben ik dus na mijn middelbare school naar Italië gegaan. Daar gaf hij les op het conservatorium. Hij groeide echt een soort van uit als een tweede vader. Die heel belangrijk voor mij was. En hij was echt iets wat ik wilde worden. En ik studeerde me ook echt, uren per dag om gewoon de beste accordeonist te worden. En het eerste jaar was ik dus best wel op mijn plek eigenlijk. En op een of andere manier, het tweede jaar veranderde dat. En kwam ik in een soort van een persoonlijk dal terecht eigenlijk. Was ik eigenlijk helemaal niet meer gelukkig en best wel eenzaam. En toen ben ik me eigenlijk gaan storten op oude liefde. En dat waren de horloges. Dus eigenlijk was het helemaal niet een hele, in het begin niet een positief iets. Het was echt een vlucht. Zo dacht ik ook van ja, hoe ziet mijn perfecte horloge eruit? En in het begin dacht ik niet aan van ik ga dat zelf maken. Ik zocht het gewoon bij anderen. Het mist gewoon een stukje ingetogenheid. En ik had zoiets van ja, maar dat kan gewoon beter. En toen dacht ik van nou ja, dan doe ik het zelf wel. En heel langzaam begon ik gewoon te tekenen. Gewoon begon ik een rondje gewoon neer te zetten, 12 cijfers. Ik dacht, ja oké, en nu? Hoe maak je zo'n wijzerplaat op een uurwerk? Dat weet ik veel. Nu heb ik gewoon prit gekocht. Ik wist, weet je, dat was gewoon proberen, zeg maar. Dan kom je in een andere fase terecht. En hoe kan ik nou wat ik bedacht heb omzetten in iets tastbaars? Kijk, business was stond niet eens op de planning. Het was echt voor mezelf. Ik had gewoon tunnelvisie. Ik wilde dat ding gewoon maken. Ik wilde dat gewoon om mijn eigen pols hebben. That's it. En toen viel eigenlijk alles samen. En op een gegeven moment had ik mijn horloge. In februari 2014 was er een horloge-evenement in Amsterdam. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga daar naartoe. Dus ik kom binnen en al gauw werd de vraag gesteld van, Ivo, wat is dat? En ik zelf gemaakt, Italië, muziek, eenzaamheid. En al gauw, mensen waren, ik wist niet wat er gebeurde. Mensen waren echt vet enthousiast. En die zeiden, oh, laat eens zien en wauw. En toen kwam het, wat kost dat? En toen besloot ik eigenlijk van, mijn persoonlijke project, dat kan misschien wel meer dan een persoonlijk project worden. En ik kan het misschien wel delen met mensen. Negatieve, wat eigenlijk langzaam tot iets positiefs is geworden. Dat zit allemaal in dat ding. De grootste overeenkomst tussen horloge maken en muziek, dat ben ik. Kijk, ik ben Ivo, ik kom uit Engeland, ik speel accordeon, ik maak horloges. Zo simpel is het. Toen ben ik gewoon echt serieus stappen gaan zetten en toen ben ik maximaal bijgeleend van mijn studiefinanciering. Ben ik ook nog meer in de technische ontwikkeling gegaan van oké, wie gaat dan mijn horlogekast maken? Precies een jaar later, nadat ik mijn eerste horloge heb geïntroduceerd, de huidige collectie, Preludium collectie, geïntroduceerd. Toen realiseerde ik mezelf van, Ivo, volgens mij ben jij niet degene die je moet uitvoeren. Volgens mij ben jij degene die moet ontwikkelen, ontwerpen en richting aangeven. En toen heb ik dus ook langzaam losgelaten dat ik horlogemaker was, maar horlogeontwikkelaar. En wij hebben nu in Nederland 14 juweliers die mijn horloges in de winkel hebben liggen. Stout is geworden een nieuw horlogemerk en mensen moeten er maar aan wennen. En je merkt ook dat er steeds meer gebeurt, dat mensen het waarderen en het verhaal leren kennen. De essentie is een mooi horloge. Gewoon een mooi horloge. Maar als jij iets voor ogen hebt, je visualiseert het als een mantra, gebeurt het. En de afgelopen 4 jaar zijn voor mij daar een bewijs van. Kijk maar op het feit dat ik echt het gevoel heb dat ik kan doen wat ik wil doen. Dat ik iets gecreëerd heb voor mezelf waarbij ik gewoon echt in balans ben. Daar ben ik meer trots op. Mijn horloges zijn wel een weerspiegeling van mezelf. En dat is misschien ook wel waarom het werkt.